En het was vanmorgen een drukte van je welste voor de poort van het Natin waar de inschrijving plaatsvond. Scholieren, ouders en verzorgers stonden er al vroeg om de inschrijving in orde te maken. Hoewel iedereen een mond- en neusbedekking op had, was er totaal geen sprake van het behouden van de sociale afstand. Onderwijsdirecteur Natasha Benanon kan zich niet voorstellen dat het zo'n drukte was op het Natin. De inschrijvingen op de middelbare scholen geschieden nu namelijk online. Bij de uitslag van het MULO-examen is via de scholen aan de ouders aangegeven hoe de inschrijving geschiet, benadrukt Benanon. De leerlingen hebben vandaag een aanmeldformulier gekregen. Dat formulier hebben ze moeten invullen. Dat formulier is ook ingeleverd bij de school, maar het is natuurlijk één situatie. Het is voor ons als ministerie om die informatie achter de hand te hebben. Maar we hebben ze ook een online mogelijkheid geboden. Dat hebben we ook al eerder bekendgemaakt. Toch? Het is via de pers verschenen op welke, welke Google Forms ze kunnen inloggen, of ze zich kunnen registreren. En dat geschiet online. Als ze al die stappen volgen, zijn ze binnen één minuut klaar om die informatie in te vullen. Ze mogen de school van eerste keuze aangeven en de school van tweede keuze. En dan is het de bedoeling dat ze in het weekend worden geïnformeerd per e-mail of per sms op welke school ze zijn geplaatst. Uiteraard werken we met de school van keuze die ze zelf hebben gekozen op basis van de beschikbare plekken die er zijn. Natasha Benanon, directeur van het ministerie van Onderwijs, die aangeeft dat de inschrijvingen voor de VOS-scholen online zouden plaatsvinden. Wij hebben geprobeerd de directeur van het Natin te spreken omtrent deze kwestie, maar die kon ons niet te woord staan.